Goedendag, prachtig nazomerweer deze dagen. Zowel vandaag als morgen schijnt de zon volop. En soms zien we misschien nog wat mistbankjes in de ochtend, maar die lossen allemaal snel op. Nou, waar hebben we dit best wel uitzonderlijke oktoberweer nu aan te danken? Dat heeft alles te maken met een orkaan, orkaan Ophelia. Zij ziet hier klein uit op de weerkaart, op de wereldbol. Maar het is een orkaan van de tweede categorie. Windsnelheden rondom de 160 km per uur. En dat boven Europees water. Ze ligt namelijk bij de Azoren, is op weg naar Ierland. En dat heeft heel veel invloed op ons weer. Waar het in Ierland maandagmiddag onstuimig wordt, zien wij bij ons juist prachtig nazomerweer op gang komen. Nou, rondom zo'n orkaan draait de wind tegen de klok in. Nou, tegen de klok in, dit is de route, dan zien we bij ons een zuidelijke stroming op gang komen. En dat transporteert dan droge en warme lucht vanuit Spanje richting onze omgeving. Vandaar dat de temperaturen bij ons zo hoog kunnen oplopen, dat de lucht zo droog is. Er is geen wolkje aan de lucht te zien vandaag. En dat komt dus allemaal door die orkaan Ophelia, die dus in Ierland op maandagmiddag een zware storm gaat veroorzaken. Maar goed, bij ons prachtig weer, stralend zonnig en hoge temperaturen. Het wordt maximaal zo rondom de 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden van het land. En dat is vanwege die zuidelijke wind die die warme lucht aanvoert. Het waait dus wel windkracht 3 tot 4. Bij open water staat er een windkracht 5 vandaag. Nou, dan zien we op de dag van morgen, de maandag, dat het nog steeds zulk mooi weer zal zijn. Nog iets wat hogere temperaturen, gemiddeld 23 graden, maar in het zuiden kan het 25 graden worden. En de dagen erna, ja, dinsdag, waarschijnlijk ook woensdag nog redelijk weer, temperaturen gaan langzaamaan wat dalen. En vanaf donderdag, dan staat er wat meer wisselvalligheid op het programma.